老铁，goed. Even Riciana, dingen maken. Riciana, ik zie je niet. Ja, Prabhu, ik ben er. Oh ja, oké. Ja. Is goed, dan. Waarom wij een openingsgebed doen? De openingsgebed is heel belangrijk in spirituele activiteiten. Omdat wij daarmee de genade van Bhagwan vragen om de kennis te begrijpen. De kennis, spiritueel kennis, kan niet op eigen kracht begrepen worden. Ja, ik zie dingen zeggen. Komt op dingen, bladzijde 1. Hartelijk dank, Hare Krishna. Ik zal het sharen, dan kunnen wij dat allemaal ook gaan lezen. Ik zal even de eerste bladzijde pakken, de inleiding. Dan kan iedereen meelezen. De moed moet zijn dat wij dus ons nederig opstellen. Ja, jullie kunnen dit zien, toch? Jawel. We gaan niet alles lezen, maar een deel lezen, zodat. Maar in elk geval is heel belangrijk. Bhagwan, op je eigen kracht te leren is niet mogelijk. Spiritueel kennis wordt geleerd door ons nederig op te stellen en door de Bhagwan te smeken van alsjeblieft, lieve Heer, laat mij jou leren kennen. En dat geldt ook in onze normale relatie. Als wij iemand willen leren kennen, dan is het niet zo van dat wij onszelf laten kennen zoals we zijn. De persoon moet een hele goede houding jegens jou hebben. Moet ook een betrouwbaar overkomen bij jou. En dan laat je jezelf kennen. En dat is ook het geval bij Bhagwan. Jullie kunnen meelezen. En jullie hoeven dan niet te deel, maar dat jullie dan weten van waarom wij dus die inleiding doen. Om Gyana Timirandasya, Gyana Jana Shalakaya, Shakshuru Militam Yena, Tashmai Sri Guruve Namaha, Sri Chaitanya Manobhishtam, Stapitam Yena Bhutale, Swayam Rupa Kadamayam, Dadati Swapanantikam. He Krishna Karuna Sindhu, Dina Bandhu Jagatpate, Gopesha Gopika Kanta, Radha Kanta, Namastute, Tapta Kanchana Gaurangani, Radhe Vrindavaneshwari, Vrishabhanu Stute Devi, Pranamami Hari Priye, Vanchakaltarubhayascha, Kripa Sindhubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Garadara, Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En dan kun je ook zeggen, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. En dan zeggen wij ook onze Guru Mantra. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale. Srimate Naujagendra Swami Tinamine. Namaste Prabhupada Deve Nam Sankirtan Pracharani. Nirvishesha Sunyavadi Samasta Desha Tarani. Goed, lieve mensen, welkom. Dat was de pranam mantras voor de Vaishnavas. Ik zie twee chat. Is goed. Ravina, heel hartelijk bedankt dat je zo snel wist waar de mantra voorkwam. We kunnen, omdat er Madhurika is ook nieuw, hè? Ja, Prabhu. Ja, is goed. Welkom.
We zullen even in het kort vertellen wat de Bhagavad Gita behandelt, 5 onderwerpen. Ishwara is God, Bhagwan. God is, Bhagwan is Sri Krishna. Brahma zegt in de Brahma Samhita, Ishwara Paramakrishna, Satchit Ananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karana. Brahma zegt Ishwara, de Parama Ishwara is Krishna. Ja. Tweede onderwerp wat de Bhagavad Gita behandelt is Jivatma, wij levende wezen. Wij levende wezen. En het gaat ook om ons. Derde onderwerp wat Bhagavad Gita behandelt is Prakirti. Vierde onderwerp wat Bhagavad Gita behandelt is kaaltijd. Prakirti is natuur en kaal is tijd. En vijfde onderwerp is karma. Karma wil zeggen al onze handelingen die we doen. Van deze 5 onderwerpen is Ishwara, God is eeuwig, sanaten. Wij levende wezens zijn sanaten. De natuur is sanaten. De tijd is sanaten. Alleen karma is niet sanaten. En door onze karma, karma speelt een belangrijke rol. En daar kunnen niemand kan daar onderuit, want wij moeten handelen. Nu zijn wij ook bezig om een bepaalde handeling te doen. En de karma maakt beslist wat onze volgend leven zal worden. Wat we nu zaaien, gaan we moeten oogsten. Dat kan in een toekomstig leven zijn, maar dat kan ook in de toekomst in dit leven zijn. Het is heel belangrijk dat wij begrijpen hoe karma ons bindt. Dat wordt karma bandana genoemd. Karma bandana wil zeggen dat wat ons in deze materiële wereld bindt. Ja. Dus 4 onderwerpen zijn sanaten, eeuwig. Alleen karma is niet eeuwig. Deze zijn de 5 onderwerpen die Bhagavad Gita behandelt. En er zijn 3 essentiële waarheden. Dit zijn onderwerpen en de Srimad Bhagavatam. Alle Vedische geschriften behandelen 3 essentiële waarheden. En die 3 essentiële tattwa wil zeggen waarheden. Die 3 essentiële waarheden zijn Sambandha Gyan, Abhideya Gyan en Prayojan Gyan. Wat houdt dat in? Iedereen kan het woord herleiden, Sambandha. Sambandha gaat over een samband, een relatie. En Sambandha Tattwa, Sambandha Gyan, de kennis over Sambandha relatie, wil zeggen dat wij de waarheid moeten weten over onze relatie. Welke relatie hebben wij? En in dit geval, Sambandha Tattwa, Sambandha Gyan, wil zeggen, wat is onze relatie met Bhagwan? Bhagwan Sri Krishna, wat is die relatie? En Abhideya Gyan, Abhideya Tattwa wil zeggen, hoe moeten we die relatie onderhouden? Eerst moeten we herkennen dat er een relatie is met Bhagwan. En tweede, Abhideya wil zeggen, hoe moeten we die relatie onderhouden? En Prayojan Tattwa wil zeggen, wat is het doel van de relatie? En ik ga vandaag meer focussen op deze 3 tattwa aan de hand van de Bhagavad Gita. Ik ga gewoon een aantal sloks pakken. Waarin dus blijkt, wat zegt Bhagwan over, wat is onze relatie met hem? Ja, is dat duidelijk? Is er iemand die hierover een vraag wil stellen? Over deze 3 waarheden? Is het duidelijk? Jawel. Oké, dan zal ik een Bhagwan even kijken, screen share. Gaan we even kijken naar een sambandha, waarin Bhagwan zegt wat de sambandha is van ons. In hoofdstuk 15:7. Dus zo kan je de hele Bhagavad Gita klassificeren in deze drie tattwas. Kunnen jullie zien Bhagavad Gita 15:7? Is het kort of is het klein of moet ik dat beeld vergroten? Voor mij is het duidelijk. Is goed, Prabhu, duidelijk. Ja, iedereen kan het zien, toch? Ja, Prabhu. Oké. Bhagavad Gita 15:7 zegt: Mamayvam sajiva loka,
jiva bhuta sanatana manasastani indriyani prakirti stani karsati. Ja. Wat betekent dat? Iemand heeft, oké. Je ziet jullie ook een rode lijn? Ja. Ik weet niet van waar dat komt. Maar ik denk dat Bhagwan ons wil laten zien dat door de Bhagavad Gita rode draad is. Dat we niet moeten afwijken. Dat we de rode draad moeten volgen naar hem toe. Ik vind het heel vreemd. Ik weet echt niet van waar de rode draad komt. Rawina, dit is weer het teken. Bhagwan zegt de rode draad in dit hele alles is dat er een relatie met mij is. Punt uit. En de rest moet je niet aan denken. Goed, wie wil lezen? Rawina, lees jij maar. Prabhu, Rawina is niet in de groep momenteel. Prabhu? Oké, Malti, lees jij dan? De vertaling, toch? Ja. Één moment. Iets gaat mis, ja. De levende wezens in deze wereld van gebondenheid zijn mijn eeuwige, afzonderlijke deeltjes. Door hun geconditioneerde bestaan zijn ze verwikkeld in een hevige worsteling met de 6 zintuigen, waarvan de geest er 1 is. Ja, lees wat verder. In dit vers wordt de identiteit van het levend wezen duidelijk aangegeven. Het levend wezen is eeuwig een afzonderlijk, integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer. Het is niet zo dat het een individualiteit aanneemt in zijn geconditioneerde bestaan en dat het in zijn bevrijde toestand 1 wordt met de Allerhoogste Heer. Als deeltje is het eeuwig afzonderlijk. Dat wordt hier duidelijk gezegd, Sanatana. Volgens de Vedische teksten manifesteert en expandeert de Allerhoogste Heer zichzelf in ontelbare expansies, waarvan de primaire expansies Vishnu-tattva wordt genoemd en de secundaire expansies de levende wezens. Met andere woorden, het Vishnu-tattva is de persoonlijke expansie en de levende wezens zijn afgescheiden expansies. De Allerhoogste Heer in zijn persoonlijke expansie verschijnt in verschillende gedaanten, zoals Heer Rama, Nishimadeva, Vishnumurti en alle heersende godheden op de Vaikuntha planeten. De afgescheiden expansies, de levende wezens, zijn eeuwige dienaren. De persoonlijke expansies van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de individuele identiteiten van God, bestaan eeuwig. Op dezelfde manier hebben de afgescheiden expansies, de levende wezens, ook hun identiteit. Als afzonderlijke integrerende deeltjes van de Allerhoogste Heer hebben de levende wezens ook minieme hoeveelheden van zijn kwaliteiten, waarvan onafhankelijkheid er 1 is. Als individuele ziel heeft ieder levend wezen zijn persoonlijke identiteit en een minieme onafhankelijkheid. Door misbruik te maken van die onafhankelijkheid wordt men een geconditioneerde ziel. Maar door deze onafhankelijkheid op de juiste manier te gebruiken, is men altijd bevrijd. In beide gevallen is het levend wezen, net als de Allerhoogste Heer, kwalitatief eeuwig. In zijn bevrijde toestand is het vrij van materiële omstandigheden en verricht het transcendentale dienst aan de Heer, maar in zijn geconditioneerde bestaan wordt het overheerst door de hoedanigheden van de materiële natuur en vergeet het zijn transcendentale liefdedienst aan hem. Met als resultaat dat het in een zware worsteling verwikkeld is om zich in de materiële wereld in stand te houden. Niet alleen alle gewone levende zielen, zoals menselijke wezens, katten en honden, zijn geïntegreerde deeltjes van de Allerhoogste Heer,
maar ook de grotere bestuurders van de materiële wereld. Brahma, Heer Shiva en zelfs Vishnu. Ze zijn allemaal eeuwig en geen tijdelijke schepselen. Moet ik verder gaan? Ja, lees wel. Ja, oké. Okay. Ja. Het woord karsati? Karsati is heel belangrijk. De geconditioneerde ziel is door het valse ego gebonden. Als met ijzeren kettingen geketend en de geest is het voornaamste instrument dat haar in dit materiële bestaan voortdrijft. Wanneer de geest in de hoedanigheid goedheid is, zijn zijn activiteiten goed. Wanneer hij in de hoedanigheid hartstocht is, leiden zijn activiteiten tot moeilijkheden. En wanneer de geest in de hoedanigheid onwetendheid is, dan reist hij door de lagere levenssoorten. Uit dit vers blijkt duidelijk dat de geconditioneerde ziel bedekt is door het materiële lichaam met een geest en zintuigen. Wanneer ze eenmaal bevrijd is, zal deze materiële bedekking verdwijnen en zal haar spirituele lichaam zich in zijn individuele gesteldheid manifesteren. In de Madhyandinayana Shruti vinden we de volgende informatie. Laat dat even lezen in het Nederlands. Hier wordt gezegd dat wanneer een levend wezen zijn materiële belichaming opgeeft en de spirituele wereld binnengaat, het opnieuw zijn spirituele lichaam opwekt. En in dat lichaam de allerhoogste persoonlijkheid Gods persoonlijk kan ontmoeten. Het levend wezen kan dan persoonlijk met hem spreken en van hem horen. En kan de allerhoogste persoonlijkheid begrijpen zoals hij is. Uit de Smriti blijkt ook, op de spirituele planeten heeft iedereen een lichaam dat dezelfde kenmerken heeft als dat van de allerhoogste persoonlijkheid Gods. Wat betreft lichaamsbouw bestaat er geen verschil tussen de levende wezens als integrerende deeltjes en de expansies van Vishnu Murti. Met andere woorden, op het moment van de bevrijding krijgt het levend wezen door de genade van de allerhoogste persoonlijkheid Gods, een spiritueel lichaam. De uitdrukking Mamai Wamsa is ook heel belangrijk. Het afzonderlijke deeltje van de Allerhoogste Heer is niet zoiets als een gebroken materieel onderdeel. In het tweede hoofdstuk hebben we al gezien dat de ziel niet in stukken gesneden kan worden. We moeten dit afzonderlijk deeltje niet materieel opvatten. Het is niet zoals met materie die in stukken kan worden gesneden en weer kan worden samengevoegd. Zo'n opvatting is hier niet van toepassing. Omdat hier het Sanskriet woord sanatana wordt gebruikt. Het afzonderlijke deeltje is eeuwig. In het begin van hoofdstuk 2 werd ook gesteld dat het afzonderlijke deeltje van de Allerhoogste Heer aanwezig is in ieder lichaam. Wanneer dat afzonderlijke deeltje bevrijd is uit de lichamelijke verstrikking, wekt het op een spirituele planeet in de spirituele hemel opnieuw zijn oorspronkelijke spirituele lichaam op en kan het genieten van persoonlijke omgang met de Allerhoogste Heer. Het is hier duidelijk dat het levend wezen kwalitatief gezien één is met de Heer. Net zoals gouddeeltjes ook goud zijn, omdat het een afzonderlijk integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer is. Ja, het is een heel mooi vers. Ja. En wat we hier zien, dit gaat over sambanden. Bhagwan zegt Mamaiwamsa Jivaloka. Mamaiwamsa, als je dat woord Mamaiwamsa hier de uitdrukken, Mamaiwamsa doen, dan is het Mamai,
Mamai is ik en Amsa. Amsa is deel. Wij zijn een deel van hem. Hier zie je ook staan. Even kijken. Het is hier duidelijk dat het levende wezen kwalitatief gezien één is met de Heer. Ja, we zijn kwalitatief één, kwantitatief zijn we niet hetzelfde. In kwaliteit zijn we hetzelfde als Bhagwan. Bhagwan is Satchitananda, wij zijn ook Satchitananda. Maar omdat wij net wat gezegd hebben, mama yuam sa jiva loka jiva bhuta sanatana, manasa stani indriyani prakirti stani karsati. Doordat wij geconditioneerd raken, zijn wij in een gevecht geraakt met de materiële dingen, waarin wij zingenoten najagen en proberen van alles te krijgen, waardoor wij onze spirituele identiteit vergeten. Dit gaat, deze vers gaat over Sambandha Gyan. Ja, je ziet hier staan, Sambandha, wat is onze relatie met Bhagwan? We zijn een eeuwig afzonderlijke deeltje van hem. Ja, want hier, hij zegt hier, de levende wezen in deze wereld zijn mijn eeuwige, ja, mama. Je ziet hier staan, mama en Amsa. Jullie volgen als ik het in blauw doe, toch? Ja. Ja. Oké, okay, als ik in blauw sta, dan kunnen jullie zien, Tarishiana. Ja, Prabhu. Oké, okay. Dus mama, mijn en Amsa. Amsa is een ans, een afzonderlijke deeltje. Ja. Sanatana. Sanatan wil zeggen eeuwig. Sanatan dharam wil zeggen eeuwige religie. Eeuwige functie van de levende ziel. En we komen heel veel hierin tegen. Ik wil toch dit behandelen. En dat we zodat we dit eigenlijk komen hier ook meerdere facetten. Van dezelfde wat ik zou bespreken. De drie tattwa. Sambandha gyan, abhideya gyan en prayojana gyan. Dus de relatie is dat wij een afzonderlijke deel van Bhagwan zijn. En doordat we geconditioneerd zijn door Maya, zijn we bezig met onze zintuigen, de materiële natuur, te overheersen. Dan gaan we even hier in dit vers even kijken waar wij... Ja, volgens de Vedische teksten manifesteert en expandeert Allerhoogste Heer zichzelf in ontelbare expansies. Waarvan wij ook een expansie zijn. Je hebt primaire expansies, dat noemt men de Vishnu-tattwa. Vishnu-tattwa, en dan heb je de secundaire expansie, de levende wezen. Wat zijn die Vishnu-tattwa? Narsingdev, Varaha, Vishnu, Ram, Balaram, Sankarsan, Narayan. Dit zijn expansies die op gelijke niveau zijn van Bhagwan. Ja? Ze zijn purna, purna autaar. Purna, purna wil zeggen, ze zijn volledig. De geschriften zeggen, Bhagwan heeft aantal kwaliteiten van hem geïnvesteerd in zijn deeltjes. Ja, waarvan de levende wezen iets minder kwaliteiten heeft. En dus iets minder zijn vermogen heeft, weet je. Je ziet het ook, wij bouwen ook huizen, wij bouwen wolkenkrabber, we bouwen vliegtuigen, we bouwen van alles. Is heel erg, we staan heel versteld van de computers wat de mensen bouwen, van de telefoon wat mensen bouwen. Maar Bhagwan maakt een hele aarde die gewoon in de ruimte is, zonder dat het valt. En als je natuurlijk een beetje de natuurkunde hebt gevolgd, dan weet je dat de universum ontelbare planeten hebben die groter zijn zelf. Ja, en die allemaal zweven in de lucht. Ja, dus Bhagwan heeft ook dezelfde, dat wordt bedoeld met kwalitatief zijn wij één met Bhagwan, kwantitatief niet. Kwalitatief één wil zeggen Bhagwan bouwt, Bhagwan creëert, wij creëren ook. Wat Bhagwan creëert is veel groter in kwantiteit, wat wij creëren is kwantitatief minder. Is dat duidelijk? Ja. Ja? Ja, pardon. Ja, even reageren, zodat ik weet dat dat is. Je ziet ook hier staan, persoonlijke expansies, Ram, Narsing, Vishnu, Mirti, en alle heersende godheden op de Vaikuntha planeten. Op de Vaikuntha planeten, dat zijn de spirituele planeten,
zijn al deze... wanneer Bhagwan komt, Ram Bhagwan komt, dan is het niet zo dat Ram Bhagwan nu weg is. Ram Bhagwan is eeuwig, is Sanatan, hij is eeuwig. En niet dat hij zijn lichaam verlaat, hij zijn lichaam is ook eeuwig. Hij creëert een illusie voor ons, dat wij denken dat Ram Bhagwan doet, maar Ram is eeuwig. Zijn lichaam is eeuwig, alles van hem is eeuwig. En wanneer in de spirituele wereld is hij altijd aanwezig. En toegewijden die de Heer Ram aanbidden, die gaan bij bevrijden, wanneer ze het lichaam opgeven, gaan ze terug waar ze met Ram persoonlijk in contact komen. Dat zullen we straks zien. Ja? Ja. De individuele identiteiten van God bestaan eeuwig. Er zijn theorieën en er zijn filosofieën die zeggen dat we met één worden met God. Maar in werkelijkheid zijn wij individuele entiteiten. Ja? En we hebben een individuele identiteit die eeuwig afzonderlijk is van Bhagwan. Ja? En Bhagwan is eeuwig, wij zijn ook eeuwig. Ja? Ja, op dezelfde manier hebben de afgescheiden expansies, de levende wezen, ook hun identiteit. Ja. En hier ziet staan wat ik net zei. De levende wezen hebben ook een minima hoeveelheden van zijn kwaliteiten. Waarvan onafhankelijkheid één is. Dit is heel belangrijk om dit te begrijpen. Vraag zeggen mensen, ja, maar waarom moeten wij hier lijden? Waarom kan God niet dingen zo veranderen dat we het allemaal goed hebben? Als jij onafhankelijk bent, dan is het een onafhankelijke keus van jou wat je wil doen. Als Bhagwan dat zou manipuleren, dan is er toch geen sprake van onafhankelijkheid. Daarom de levende wezen kunnen twee dingen doen. Het kan die onafhankelijkheid misbruiken of goed gebruiken. Wanneer het misbruikt, wil zeggen dat ze materieel zijn, materieel bezig zijn. Wanneer ze het goed gebruiken, wil zeggen dat ze spiritueel bezig zijn. Wij nemen ook onze tijd nu, maar wat doen wij? Wij bestuderen een ander subject matter op dit moment. En het subject wat wij bestuderen op dit moment is wat is onze relatie met Bhagwan. En dat is geen materieel onderwerp, dat is een spiritueel onderwerp. Hier wordt niemand betaald. Er is niet zo dat we nu per uur een 100 euro krijgen. Of dat er iets tegenovergesteld staat. Nee, het gaat over dat we het spirituele willen begrijpen. In materiële zin, dan zie je dat het altijd gaat om een bepaalde belang. We betalen in school geld, schoolgeld, omdat we kennis krijgen. En met de kennis, als we krijgen, dan gaan wij werk doen om geld te krijgen. En dan claimen wij ook dat het is mijn kennis. Ik weet en dat wil men niet. Maar kennis is nooit van ons geweest. Ja. Maar het is goed om te begrijpen dat die onafhankelijkheid misbruikt kan worden. Door misbruik te maken van die onafhankelijkheid wordt men een geconditioneerde ziel. Ja, daar raak je geconditioneerd. Dit is mijn huis. Dit zijn mijn kinderen. Dit is van mij. Ik ben alles. Ik wil alles. Maar het is niet, het is een illusie. Dat is Maya. Want wat gebeurt? Je wordt janma mritu jaravyadi dukha dosha nudarsana. Geboorte, ouderdom, ziekte, dood, doek. Het is vol ellende. Doos, vol fouten. En we kunnen het dagelijks zien. Kijk maar naar de COVID-situatie nu. Ja. Willen we, als we de onafhankelijkheid op de juiste manier gebruiken, is men altijd bevrijd. Als je in dit materiële wereld, ook al ben je hier, als je bezig bent met bhakti, sravanam, kirtanam, smaranam, padasevanam, archanam, vandanam, dasya, sakya, atmanivedam, chanten, bezig bent met het spirituele, of lezen Bhagavad Gita, of herinneren. Drie belangrijkste is sravanam, kirtanam, smaranam. Sravanam, luisteren, want door te luisteren krijgen we kennis en begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. Kirtanam, door te reciteren, door de naam van Bhagwan te reciteren. En smaranam, door te denken, klopt het wel? Is er werkelijk een relatie met Bhagwan? Is Bhagwan werkelijk een feit? Of is het een mythe? Doordat werkelijk gaat het bezinken.
Het is niet klakkeloos aannemen van, oh nee, dit zegt. Nee, je moet het ook met je intelligentie kunnen begrijpen. Dat er werkelijk, dat we werkelijk een individuele ziel zijn en niet dit lichaam zijn. Ja, dus. Maar in beide gevallen, of we nou geconditioneerd zijn, of we nou bevrijd zijn, we zijn altijd eeuwig. Jivara Swarup, hij Nitya Krishna Das. Nitya wil zeggen altijd eeuwig. Dames, ja. Dus belangrijk om te weten of je nou geconditioneerd bent of niet geconditioneerd bent, maar dat je een eeuwige ziel bent. Ja. Ja. In bevrijde toestand is het vrij van materiële omstandigheden en verricht transcendentale dienst aan de Heer. Zodra we bezig zijn met bhakti, we zeggen dat dat boven de drie gunas is. De drie gunas, maar de natuur is geïmpregneerd met drie gunas. Sattagun, rajagun en tamogun. Dit zorgt dat er handactiviteiten plaatsvinden. Of in de geaardheid goedheid, of in de geaardheid hartstocht, of in de geaardheid onwetendheid. Ja? Maar daarboven heb je nog een guna. En dat is de sudasattva. Ja. En in die toestand, wanneer we dus transcendentale dienst verrichten voor de Heer, wanneer we bhakti transcendentale dienst, wanneer we bepaalde activiteiten doen, lezen van Bhagavad Gita, luisteren naar deze Zoom-meeting, is dat op het transcendentale niveau. Ja. In geconditioneerde bestaan wordt het overheerst door de materiële natuur en vergeet het zijn transcendentale liefdedienst aan hem. Met als het resultaat een zware worsteling verwikkeld in de materiële wereld in stand te houden. En dit is absoluut waar. Wanneer we niet spiritueel bezig zijn, zijn we zo hard bezig om te werken in de materiële wereld. En we zijn nooit voldaan. Nooit is het genoeg. Je ziet mensen altijd hard werken. Laat altijd bezig zijn om steeds meer geld te vergaren. Steeds meer welzijn te creëren voor zichzelf. En uiteindelijk verlaten ze het lichaam. En dan hebben ze het hoogste doel niet kunnen bereiken. Hebben ze geboorte, ouderdom. Zijn ook integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer. Ja, maar ook bestuurders in de hogere planeten. Ja, ze zijn allemaal eeuwig. De geconditioneerde ziel is door de vals ego gebonden. De werkelijkheid, onze gebondenheid in de materiële wereld, komt door twee woorden. Aham en mama. Ik kan het bijna niet geloven dat deze twee kleine woorden ons bindt aan deze hele materiële creatie. En ons daardoor geboorte, ouderdom, ziekte en dood laten ervaren. Aham is ik en mama is mijn. In werkelijkheid zeggen wij, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Zodra iets dingen goed gaan, dan zeggen we, ik heb het gedaan. Gaat iets fout, dan wijzen we de vinger, hij heeft het gedaan. Die heeft het gedaan. En zus heeft het gedaan, daardoor is het fout gegaan. En als het goed gaat, dan zeggen we, ik heb het gedaan. Dat is grofstoffelijk. En mama is fijnstoffelijk. Mijn kinderen, mijn huis, mijn bezit, mijn dingen, mijn verlangens. Ja, dat zijn de twee dingen die ons geconditioneerd maken. En de vals ego wil zeggen ik en mijn. En je ziet ook staan met ijzerketting geketend. Daardoor raken we werkelijk geketend en dan vergeten we dat eigenlijk dat er hogere doelen zijn. Ik zal kijken dat ik wat vlugger door dit ga. Wanneer ze eenmaal bevrijd is, zal deze materiële bedekking verdwijnen en zal haar spirituele lichaam zich in zijn individuele gesteldheid manifesteren. We hebben een spiritueel lichaam. Het moment dat wij deze materiële geconditionering opgeven, zal je zien dat onze spirituele
identiteit zichtbaar wordt. Kunnen jullie me nog horen? Jazeker. Ja, Prabhu. Oké, is goed. Heel belangrijk dat zij nog steeds de relatie. Hier wordt gezegd dat wanneer een levende wezen zijn materiële lichaam opgeeft en de spirituele wereld binnengaat, het opnieuw zijn spirituele lichaam opwekt en in dat lichaam de allerhoogste persoonlijkheid God persoonlijk kan ontmoeten. Het levend wezen kan dan persoonlijk met hem spreken en hem horen en kan de allerhoogste begrijpen zoals hij is. Wat is dit? Dit is Prayojan Gyana. We hebben gesproken over drie tattwa, drie essentiële waarheden. Sambandha Gyana, in de slok, vertaling van de slok, wordt gezegd mijn deeltjes, wil zeggen dat is de relatie, Sambandha. En hier wordt gezegd, in de verklaring, wordt gezegd wat als wij spiritualiteit beoefenen, als wij transcendentale liefdesdien beoefenen tegen Bhagwan, als wij bhakti beoefenen voor Bhagwan, dan kunnen wij een spiritueel lichaam krijgen, want dat is ons werkelijke swaroop. Ja, en dan kunnen we God persoonlijk ontmoeten. En dit zijn geen mythes, dit zijn feiten. Dit zijn feiten die de rishis, munis, Narad Muni, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, noem maar op, de Pandavas, allemaal, Draupadi, allemaal hebben persoonlijk omgang met Bhagwan gekregen. Waarom? Omdat ze zuiver bewustzijn hadden. Omdat ze altijd Kuntimata heeft altijd een zeer hechte relatie gehad met Bhagwan. En dit zijn Paramguhya Gyan. In hoofdstuk 9 wordt gezegd, Bhagavad Gita is een Paramguhya Gyan. Ja, is een hogere kennis, maar het is ook een Guhya Gyan. Guhya wil zeggen geheime kennis. En dit leer je door toegewijden. Door toegewijden kan je begrijpen dat werkelijk wij individuele zielen zijn. En wanneer wij bhakti gaan beoefenen, kunnen wij werkelijk teruggaan naar de spirituele planeten en daar persoonlijk God ontmoeten, persoonlijk met hem praten en horen. En dit is Prayojan Tattwa. Ja. Even nog een kleine, dan kunnen we wat vragen, dingen. Op de spirituele planeten heeft iedereen een lichaam dat dezelfde kenmerking heeft als dat van de allerhoogste persoonlijkheid God. Ja, je ziet wat staan wat betreft lichaambouw, bestaat er geen verschil tussen de levende wezen als integrerend deeltje en de expansies van Vishnumurti. Dat is spiritualiteit. Het is niet zo dat mensen zijn daar bijzonder schoon. Bhagwan, een van de absolute eigenschappen van Bhagwan is Sundariya. Hij is bijzonder mooi. Hij is zodanig, Krishna wil zeggen, al aantrekkelijk. Als toegewijden die verlangens hadden Bhagwan zien, als ze hem uit verlangens aanbidden en Bhagwan openbaart zich, vervalt al zijn verlangen door de schoonheid van Bhagwan. Raakt hij aangetrokken door de schoonheid van Bhagwan. En dan vergeet hij alles. Ja? Zo ook is onze swaroop in de spirituele planeten. Ja, de swaroop van ons is zeer dinges. En je ziet staan, met andere woorden, op het moment van de bevrijding krijgt het levend wezen door de genade. Ja, een spiritueel lichaam. Dit is hier nog steeds. Prayojan, het doel. En wat is een spiritueel lichaam? Een materieel lichaam. Wat is een materieel lichaam? In hoofdstuk 7.4 wordt gezegd. Bhumi apanalawayu kham mano buddhir evacha ahankara iti amme bina prakirti astada. Aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie, vals ego zijn mijn afgescheiden energieën. Ja, deze 8 elementen zijn apara prakirti, lager energie. Ja, en dit spirituele lichaam is para prakirti. Hij zegt ook in hoofdstuk 5 dat de levende wezen bestaat uit de para prakirti en dat is het spirituele lichaam.
De spirituele lichaam wordt nooit oud, wordt nooit ziek, gaat nooit dood, is eeuwig. En waarom ik dat... hoe accepteer ik dat? We hebben intelligentie. En de intelligentie is geneigd om te accepteren en te verwerpen als het iets niet begrijpt. Het discrimineert tussen wat wel en wat niet is. Als ik zou zeggen, citroenen zijn zoet. Ik denk dat iedereen hier zou zeggen, nee, maar dat is toch onzin. Waarom? Omdat je hebt gerealiseerd dat citroenen zuur zijn en niet zoet zijn. Ja, toch? Dus dat is gerealiseerd. En daarom zeg je het. Zo kunnen wij begrijpen dat wij in wezen niet oud willen worden. Willen niet ziek worden. Willen niet doodgaan. Dat willen we niet. Waarom willen we dat niet? Is alleen te verklaren als wij begrijpen dat we een ziel zijn. Als omdat ze in werkelijkheid dat al zijn. Ze zijn eeuwige jiwa. Mama yuamsa jiwa loka jiwa bhuta sanatana. Ze zijn eeuwige. En daarom verlangen wij dat ook. Ja, heel belangrijk om de uitdrukking van mij afzonderlijke deel is ook heel orde. Dat hebben we geleerd. Volgens mij loopt zijn internet een beetje vast. Ja. Oh, kan iemand zich muten? Ja. Ja, hij is er weer. Hij praat, maar we horen hem niet, hè? Ja, kunnen jullie me horen? Ja, nu wel. Ja, kunnen jullie nu horen? Jawel. Ja, Prabhu. Kunnen jullie me horen? Jawel. Ja, hoor. Oké, internetverbinding is een beetje traag. Ik zal dit nog een keer sharen. Dit kunnen jullie zien? Ja, ik denk dit keer zonder ja. Rode strepen. Ja. Rode draad. Ja, oké. Ja, omdat Krishna Bhagwan weet, we hebben de rode draad al begrepen. En we zijn al bij de einde. Ja, en ik vind het, ja, dus die rode draad. Dan mag het weg. Scherm niet aanraken. Als je scherm aanraakt, dan gaat het weer komen. Scherm niet aanraken. Die rode draad? Ja. Oké. Dus je ziet het ook. Wanneer het afzonderlijke deeltje bevrijd is uit de lichamelijke verstrikking, wekt het op een spirituele planeet in de spirituele hemel. Opnieuw zijn spirituele lichaam en kan het genieten van de persoonlijke omgang met de Allerhoogste Heer. Dit is, als wij dromen, ik zal een voorbeeld geven, wanneer wij 's avonds slapen, we dromen. Weten we dat er een materiële, weten we wat de realiteit is? Nee, dan zijn we alles vergeten om ons heen. Dan is de droomtoestand de realiteit. Zo ook wanneer we bhakti beoefenen, dan worden we de volgende dag wakker waar? In Vaikuntha Loka. In een spiritueel lichaam, in bijzijn van Bhagwan. En dan ga je zeggen, mijn... Oh jee. Daar ook nog moeten chanten. Hey Bhagwan, uit genade. Heeft uit genade. We hebben het deels gemist, volgens mij. Ja. Ja, ik zeg, wanneer wij dus, is er iemand die er toegevoegd moest worden, Rishiana? Ja, Prabhu Rina Saki, die is al toegevoegd. Oké. Ja, dus ik zei, wanneer we slapen, dan vergeten we, ja, Mata, we kunnen het later op Facebook zien of op YouTube. Ik zal die link sharen. Wanneer we slapen, vergeten we de realiteit om ons heen, wat we bezig zijn. Dan is de droom onze realiteit. Zo ook, pas wanneer we wakker worden, dan wordt de droom vergeten we. En dan is de materiële weer realiteit. Wanneer we bhakti beoefenen,
dan worden we een keertje wakker in de spirituele planeet. En dan gaan we begrijpen dat deze materiële wereld werkelijk een droom was. Mm-hmm. En dat is geen fictie. En wanneer weet je... Wanneer weet je dat je dat, wat je dat je droomt? Pas wanneer je wakker bent, weet je. Als je niet wakker bent, is dat een realiteit. Je zweet van angst. Mm-hmm. Je rent, je eet, je doet alles. En alles is reëel. Pas wanneer je wakker wordt, zeg je, oh mijn god, dat is een droom. Zo ook, wanneer weet je dat dit niet het lichaam is? Pas wanneer je dit lichaam gaat verlaten. En omdat wij de link niet kunnen zien met subtiele dingen, dan denken we, nee man, het is niet waar. Maar werkelijk, wanneer de tijd komt dat je het lichaam gaat verlaten, en die tijd komt zeker, ga je zien, nee, werkelijk, ik was niet dit lichaam, ik ben een spiritueel ziel. Ja, en dan mensen die geen bhakti hebben beoefend, die gaan geen goede tijden tegemoet, omdat ze dan in de cyclus van hun eigen karma weer een lichaam moeten nemen. Ja. Mensen die bhakti beoefenen, die, je ziet hier staan, horen jullie me nog? Ja, Prabhu. Oké. Okay. Even geduld hoor, ik denk dat ik... Oh ja, nu zie ik mijn muis weer. Kunnen jullie me horen? Ja, Prabhu. Ja, Prabhu. Kijken wat er is... Okay. Jullie kunnen me wel horen, toch? Ja. Oké, okay. Dus wanneer we wakker worden, want dat... We zeggen in dit geval, wanneer de afzonderlijke deeltje bevrijd is uit de lichamelijke verstrikking, wekt het op een spirituele planeet in de spirituele hemel opnieuw zijn oorspronkelijke spirituele lichaam. En kan het genieten van persoonlijk omgang met de Allerhoogste Heer. Dus wanneer wij hier ons lichaam verlaten en wij doen bhakti, worden we wakker in de spirituele planeten. Is dat duidelijk? Ik denk dat die verbinding weer is verbroken. Nee, hè? Die verbinding is er nog. Ja. Oké, even kijken dat ik dit... Ja, Prabhu. Ja. Is goed. Okay. Ja. Een beetje lastig met die verbinding, maar is dat duidelijk? Dan kunnen wij nu even wat vragen beantwoorden. We hebben dan twee dingen hier behandeld. Sambandha, Gyan, wat is onze relatie met Bhagwan? Bhagwan zegt, mama, yuamsa jiva loka, jiva bhuta sanatana, jullie zijn mijn eeuwige afzonderlijke wezens. Ja, dus wij zijn een eeuwig afzonderlijke deel van Bhagwan. We hebben een eeuwige relatie met Bhagwan. Eén. En we hebben gezien dat prayojan, het doel daarvan, het doel is dat wij, gegeven moment, wanneer wij bhakti beoefenen, dat we wakker kunnen worden in de spirituele planeten. En dat we werkelijk met Bhagwan een eeuwige relatie kunnen hebben en met hem kunnen praten, met hem zoals Arjun dat deed, zoals andere toegewijden dat deed. En laat mensen je niet vertellen dat dit mythes zijn. Dit zijn absolute waarheden. Ja, wie wil reageren en vragen stellen? Ja, wie wil reageren en vragen stellen? Is er iemand? Prabhuji, u zegt wakker worden. Niemand. Maar in de geschriften zeggen ze dat er een wamen komt of een zo'n vliegdekschip. Wiman komt om je te halen, om naar Vaikunth te gaan. Dus is het eigenlijk hetzelfde, dat je kan wakker worden? Of... Klopt, ja. Ja, is hetzelfde. Er komt een Wiman, de Vishnu doet komen, die halen je op. Ja, en dat gaat heel snel. Dus maar dat is figuurlijk dat je daar wakker wordt. Ja. Oké.
dat is wel hetzelfde. Dat wordt ermee boven aarde. Dus dat je eigenlijk met die wimaan gaat. Je kan, ja. Ja, dus boven de aarde zijn er nog 7 spirituele planeten. Dus ik zat te denken, en het is leuk dat we regelrecht naar Krishna kunnen gaan, maar hierboven zijn er nog 7 spirituele planeten. Is het misschien, kan het zo zijn dat we misschien in een volgend leven misschien Agni-deel of een Devata worden of zo? Of is het echt dat je gewoon die 7 planeten gewoon rechtstreeks naar Krishna gaat? Nee. Je kan, wat je zei, ga je oosten. Ik heb het eigenlijk een beetje gemist. Kan je het nog een keer... Dus kan je het even het boven, kort weer samenvatten? Dus boven aarde zijn er 7 spirituele planeten. En daarna heb je de majority. En dat. Dus aan de hand van onze karma gaat het dan moeten zijn rechtstreeks te gaan of... kan het zijn dat je nog ook bij die bovenste die 7 spirituele planeten nog kan belanden voordat je verder gaat? Nee, eigenlijk alleen vanuit de aarde. De aarde is eigenlijk meer geschikt. En de deolok is Bhogyoni. Van deolok wordt gezegd dat daarmee aan die punya doen. Die vrome activiteiten doen. Die gaan naar de deolok. Om daar de punia van hun daden te krijgen. Dus dat wil zeggen, heel groot, heel veel zin genot, maar weliswaar op een Vedisch verantwoorde wijze. En wanneer de punia chinhoya, dan komen ze terug. Wanneer de punia klaar is, dan komen ze terug in de materiële wereld. In de andere hogere planeten, daar wordt gezegd dat die mensen wel naar Brahmalok kunnen gaan. Vandaar. En van Brahmalok kunnen ze, ik zie een vlieg op, maar helemaal goed. Ze kunnen dan van Brahmalok naar de spirituele planeten gaan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Dan moeten ze ook bhakti hebben boven. Anders komen ze weer terug in de materiële wereld. Weliswaar worden ze geboren onder zeer vooraanstaande families en onder hele hoog als zeer verheven mensen. Ja. In de materiële wereld waar wij nu zijn, als wij hier bhakti doen, dan hoeven we niet naar de hogere planeten te gaan. We gaan gelijk naar de spirituele planeten. Is het dat doel trouwens? Jawel. Ja, prabhu. Als ik het goed begrijp, hoef je niet logischerwijs alle planeten te betreden. Je kan inderdaad stappen overslaan. Nee, je hoeft niet. Oké. Okay. Nee, je hoeft niet die hogere planeet te gaan. De Mrityulok is Karmabhumi. Is Karmabhumi. Hier, wat voor karma je doet, dat ga je krijgen. En er is paap en punya en er is bhakti. Paap is naar lagere planeten, naar helse planeten, of ellendig leven in dit materiële wereld. Punya kan jou hier in een materiële wereld heel veel rijkdom geven, heel veel zingenot geven. Of in de hogere planeet zoals Deolok. En bhakti, over pap en punya, bhakti gaat rechtstreeks naar Bhagwan. Ik zie Yog Maya. Maya, ik luister. Je hebt een vraag? Ja, Hari Bol, Hari Krishna iedereen. Nou, Prabhu, er is, ja, hoort u me? Ja. Nee, nou? Oké. Er is gezegd, nee, ik hoor je. Boven de aarde zijn er 7 spirituele planeten. Maar deze zijn toch niet... Deze planeten, eigenlijk zou dat plaatje wat u ons had laten zien over het planetenstelsel, zou hier echt heel mooi... is eigenlijk van toepassing hier, hè? Maar dat van die 7 spirituele planeten. Spirituele planeten zijn... Er is een verschil tussen spirituele planeten, denk ik, en... hoger planeten. Dat u heeft hoger planeten gebruikt. Dat woord lijkt me, denk ik, beter. Want de spirituele planeten, die vallen niet in het materiële sfeer, toch? Want boven de aarde, die 7 planeten die boven de aarde komen, waar de deoloog zijn, Brahmalok, die vallen nog eigenlijk toch nog steeds onder die Brahman, daar waar we zijn, in de materiële wereld. Klap. Of niet? Want je kan terugvallen. Klap, ja. Je kan
Als ja, je klopt, kan ook ja. Weer een van die devi-deotas worden door je karma bijvoorbeeld. Maar je kan dan van daaruit klopt, weer terugvallen ja. Naar misschien zelfs verder dan de aarde. Maar als je dus eenmaal de spirituele wereld ja, daarboven... Klopt. Dus of, ik weet niet wie die vraag had gesteld, maar die boven de aarde... Zijn, die zeven planeten boven de aarde zijn dus niet de spirituele planeten, toch? De planeten. Dat zijn dan de hogere planeten, zoals u dat noemt. Mm-hmm. En de spirituele planeten die vallen dan eigenlijk daarboven. De materiële planeten. Ja. Ja. Die tekening ja, zou echt, of het plaatje zou hier echt heel mooi alles verduidelijken. Ja, maar ik heb het ook niet bij de hand. Ja, maar het is in die Brahmaloka. Ja, ik probeer dat even. Ja, ik probeer dat. Ik probeer. Maar ja. Die Brahmaloka speelt eigenlijk toch nog ja, steeds van de. Ik probeer dus die dingen even nu te sharen. Uh-huh. Ja. Ah, dat plaatje zo echt verduidelijking brengen. Kunnen jullie dat zien? Ja. Ja, hier nog zien we dus verschillende universum. Laat, je hebt verschillende universa. En ja. Dit is heel wetenschappelijk, niet pas de wetenschap dat er werkelijk meer universum zijn. En hier is één universum, is één van de kleinste universum. Dan zie je hier de aarde. Mm-hmm. Ja, en dan zie je dus de Swargalok, Maharlok, Janalok, Tapalok, Satyalok. Satyalok is Brahma. Je moet goed begrijpen van de hoog van Maharlok, Janalok, Tapalok kunnen mensen naar Satyalok gaan. Mm-hmm. Ja. En van Satyalok kunnen mensen ook naar de spirituele planeten gaan, hoor Maya. Oké. Okay. Maar het hoeft Satyalok niet per se. Het is niet zo dat ze vanzelf gaan. Maar deze kunnen naar Satyalok gaan en van Brahmalok kunnen ze naar de spirituele planeet gaan. Wordt okay. In de Srimad Bhagavatam beschreven. Maar het is niet zo dat het zeker is. Ze kunnen vandaar ook terugvallen. Terugvallen, oké. Okay. Het is afhankelijk van de karma. Maar je moet rekening houden, klap, je moet rekening houden dat de zielen hier, die zijn, in Maharlok, Janalok, Tapalok, verheven zielen zijn. Swargalok is een bhogioni. Daar gaan ze dus de vrome activiteiten, gaan ze in swarga genieten. Mm-hmm. Maar Maharlok, Janalok, Tapalok is tapasya, waar daar komen de siddhas daar. En die kunnen zich gaan kwalificeren. En bij Brahmalok. En bij wanneer de pralay is, dan kunnen ze van Brahmalok naar de spirituele planeten gaan. Maar dat hoeft niet altijd. Maar van de aarde kunnen mensen direct, rechtstreeks, afhankelijk van akarma, afhankelijk van bhakti, of ze nou bhakti beoefenen, gaan naar de Vaikuntha Lok hier in deze spirituele planeten. Mm. En de spirituele planeten heb je de Aishwarya Dham, predominated by opulence. En daar zijn al die expansies. Narsingdev, Varahadev, Ram Bhagwan, al die expansies. En dat hebben we gelezen in de tekst. Afhankelijk van wie we vereren en wie we ons overgeven. Daarmee gaan we na de bevrijding associëren in een spiritueel lichaam. Is dat duidelijk? Daar gaan we dus in onze spiritueel lichaam mee associëren in de spirituele planeten. Ja, Prabhu. Heeft dus iedereen dit een beetje kunnen zien? We gaan dat een keertje apart behandelen voor de nieuwe mensen. Maar dat is dingens. Is er nog een vraag? Zijn er nog mensen die wat willen vragen? Heel fijn. Is het duidelijk voor een ieder? Ja, Prabhu. Voor mij is het alleen nog een beetje digesten hoe je van die Brahmalok naar spirituele planeten gaat. Want ik dacht altijd dat je dus die aarde nodig hebt om die sprong te maken. Nee. Je wordt beschreven in de Srimad Bhagavatam Matha. Okay. Dat ze vandaar kunnen gaan naar de spirituele planeten. Ja. Dat staat beschreven in de geschriften. Maar het is niet automatisch. Dus het is niet automatisch. Zoals wij hier ook, afhankelijk van onze karma, kunnen hoger of lager gaan of bevrijd raken. Ja. Zo is het daar. Maar het zijn verheven zielen die daar zijn, Mata. Zij zijn verheven zielen. Brahmalok, en die kunnen zich dan...
Ja, hoger dan die Brahmaloka is dan inderdaad zijn die spirituele planeten. Dus als je van daaruit hoger gaat, ga je inderdaad naar die spirituele planeten. Ja, klopt, ja. Klopt, ja. Ja, klopt, ja. Maar het is niet automatisch. Nee. Dat moeten we wel begrijpen. Allebei kanten het op. Is niet automatisch dat mensen van Brahmaloka allemaal automatisch daar gaan. Nee, ja. Het kan allebei kanten op. Ja. Ja. En bij één dag van Brahma vindt er een gedeeltelijke pralay. En die pralay vindt op de Swargaloka. Mm-hmm. Alles beneden raakt ontbonden. Maar de hogere planeten raken niet ontbonden. Bij 100 jaar van Brahma, dan raakt alles, de totale Brahmaan, die gaat terug in Mahavishnu. Mm-hmm. Ja, dat is dan wanneer 100 jaar van Brahma klaar is. En dan kunnen ze naar de spirituele planeet gaan, afhankelijk van dingen. Ja, dus we hebben twee dingen even resumerend. Je hebt 5 subject matters, dus 5 onderwerpen die de Bhagavad Gita behandelt. Ishwara, God, Jiva, Atma, levende wezen, Prakriti, natuur, Kaal, tijd, Karma, activiteiten, waarvan Ishwara, God, Jiva, Atma, levende wezen, Prakriti, natuur, Kaal, tijd, eeuwig is, sanaten is, karma is niet sanaten, en afhankelijk van onze karma, lijden wij of genieten wij, of zijn wij bevrijd uit dit materiële wereld, of zijn wij in de materiële wereld. Ja, dus karma is een belangrijke rol. En onze karma op dit moment is helemaal materialistisch. Dat komt door de tijdperk waarin wij leven. Maar dat wil niet zeggen dat het automatisch is dat wij dan moeten leven, want we hebben intelligentie. En door onze intelligentie te gebruiken, kunnen we spiritueel kennis begrijpen en kunnen we ons gaan bezighouden met spirituele activiteiten. Of spirituele activiteiten, laat ik het zo zeggen, spirituele activiteiten in ons leven toepassen. En wanneer je klein beetje begint met spirituele activiteiten, automatisch wordt het meer en meer en meer. En ik denk dat toegewijden die hier zijn, daar ook ervaring mee hebben. En langzaam wordt het meer. En opeens zie je leven is helemaal gespiritualiseerd. Ja, wie wil op reageren? Wie wil iets toevoegen? Shyam Prabhu, ik heb je niet gehoord. Ik wil even... Duidelijk, Prabhu. Ik volg, is duidelijk. Is goed, Prabhu, is duidelijk. Hè? Irene, is het duidelijk? Ja, Prabhu, is duidelijk. Oké. Mukesh, je wou wat vragen? Ja, ik wou even wat vragen. Het is hier. Ik moet even gaan lezen. Uh-huh. Wanneer de geest in de goedheid is, zijn zijn activiteiten goed. Wanneer hij in de goedheid hartstocht is, ja, leiden zijn activiteiten tot moeilijkheden. En wanneer de geest in de goedheid ontweten is, ontweten is, dan reist hij door de lagere levenssoorten. Ja, even voor de duidelijkheid. Welk tekst is het van de Bhagavad Gita? Is dan kunnen we dat samen gaan bekijken. Is tekst... In dezelfde wat we hebben... Ja, wat we hebben gelezen. Even kijken. Oh ja, ik zie het hier, ja. Ja, even kijken. Laat me het zo doen. Dan ga ik het even sharen, zodat anderen kunnen zien. Ja, kunnen jullie zien? Wanneer de geest in de hoedanigheid goedheid is, zijn de activiteiten goed. Wanneer hij in de hoedanigheid hartstocht is, leiden zijn activiteiten tot moeilijkheden. En wanneer de geest in de hoedanigheid onwetend is, dan reist hij door de lagere levenssoorten. Vorige keer hadden we behandeld, Mukesh. Toen je vroeg, klopt dat? Dus dan hadden we behandeld. Onwetendheid wil zeggen tamagun. De natuur is geïmpregneerd met 3 gunas. In natuur kan je ze chale hai, 10 gundwara. 10 gundwara in natuur chale hai. Or
tien gun ke dwara haloke verlangens hoi sake soms acha soms bura soms apan katin sochila. Dus dit het komt door die drie gunas. De natuur is geïmpregneerd met die drie gunas. En wij mensen zijn ook onder invloed van die drie gunas. Die drie gunas kunnen in ons, zijn in ons. En er is een continu strijd van de drie gunas in ons. Soms is rajogun pradhan, neemt de overheid. Soms neemt tamogun in ons overhand. En soms neemt satogun in ons overhand. Ja? Ja. Dus wanneer de geest en de hoedanigheid goedheid zijn, zijn de activiteiten goed, zoals nu. Als de geest niet in de hoedanigheid goedheid zou zijn, zou je niet joinen in deze meeting. Ja, om maar wakker wou. Wanneer die man... Ja, Prabhuji, de circuit, ja? Ja, maar het is ook daar bewezen dat we gaan in dierlijke soorten, Pakshi-Yuni. En ja, als je als je een dierlijke soort ben je gegaan, en dan wanneer ga je komen weer in een menselijke leven weer? Dieren gaan vanzelf in de evolutie. Wanneer hij bijvoorbeeld in een vogel is, dan gaat hij al die vogelsoorten, er is 1 miljoen vogelsoorten. Er zijn 900.000 vissoorten. 1,1 miljoen reptielen en slangen en insecten. Reptielen en insecten. 2 miljoen bomen en struiken en planten. 3 miljoen viervoeters, zoogdieren. En 1 miljoen vogels. Stel voor hij is gevallen naar 1 miljoen vogels. Dan gaat hij al die ionisch van die vogels, die hele 1 miljoen vogels, en dan gaat hij ook boven naar de viervoeters. En dan weer 3 miljoen vogels. Is hij in de plantensoort, dan gaat hij al die 2 miljoen plantensoort en dan weer in vogels. En dan weer in, in zoogdieren en dan komt hij in de mens. En dat gebeurt automatisch. Daar is geen terugval meer. Daar is geen terugval meer. Dat is, daar hebben ze geen karma. In het dierlijk leven is er geen karma. Ja. Dus. En wanneer de hoedanigheid hartstocht is. Ja, en wanneer de geest en de hoedanigheid hartstocht is, leiden zijn activiteiten tot moeilijkheden. Wat wordt hiermee bedoeld? Wanneer die geest en de hartstocht is, dan wat gaat hij zeggen? Hey, kom, we dringen naar een bar. Laten we daar gaan, laten we daar gaan. En wat er gebeurt? Dan zie je dat mensen ruzie hebben. Wanneer de geest in de hartstocht is, dan heb je gehechtheid in de vorm van een vriendin. Uw gehechtheid is zo sterk dat mensen daardoor zelfmoord plegen als er een probleem ontstaat. Ja. En dat zien we vaker. Ik ga geen namen benoemen of geen situaties benoemen, maar ik denk dat het overduidelijk is dat we hier regelmatig zien dat mensen, de ene heeft doodgeschoten of de andere heeft zelfmoord gepleegd. Waarom komt dat? Omdat de hoedanigheid hartstocht pradhan is in de geest. Ja? En wanneer de geest in de hoedanigheid onwetendheid is, dan reist hij door lagere levenssoorten. Kauwe, hij gaat zijn activiteiten zodanig doen dat hij uiteindelijk na de dood in lagere planeten gaat komen, in lagere levensvormen gaat komen. Dat wordt hier bedoeld. Is dat duidelijk? Wil iemand wat aanvullen of iets vragen? Dus, Prabhuji, ja. Het gaat zelf weer van vogelsoorten, dan zoogdieren, dan planten, dan reptielen, slangen, en vissoorten en dan weer lager. Mensen. Ja, dan gaat het weer mensen. Planten zijn lager. Ja, planten zijn lager. Ik zeg, als je een plant zou komen, dan zou je van plant evolueren naar hoger. Ja, dus begrijp ik bedoel, ja, dus vogels, Pakshi-Yuni, die kan ze geen karma doen, toch? Karma nakarpai. Nee, die doen geen karma. Ja, toch? In, dus, in al die 8.400.000, in al die 8 miljoen levensvormen is er geen karma. Is Bhog-Yuni. Is Bhog-Yuni. Bhog-Yuni. Wil zeggen, ze ondergaan dat wat ze aan karma gedaan hebben in Manushyoni.
In Deolok is het ook bhogyoni, maar dan in positieve zin. Upun ke karam, upun ke phal bhogyai. Or in lagere diersoorten, upap ke phal bhogyai. Oké. Ja. Acha, Bhagavad Gita me likal punya chin hoija, ta phiru aave. Nog andere vragen? Iemand? Ik heb een vraagje. Ja. Ja, dus... laat me even een beeld doen. Ja, dus... je hebt bij mensen ook 400.000. Ja. Bewustzijnsniveau. Wil dat ook zeggen dat we alle 400.000... meemaken voor we komen op... tot godsbewustzijn. Hoort u maar? Ja, ik hoor je, Mata. Ja, dus een... die vogels en zo maken al die soorten die voorkomen, die zoveel miljoen bij vogels en weet ja. Ik heb het nog heel niet ontvangen. Maar u had het ook over dat er 400.000 bewustzijnsniveau onder de mensen zijn. Mensensoorten zijn. Die bewustzijnsniveau ja. Uit zich in mensen. Dat is de vraag, ja. Toch? Ja. En maken wij dat als dus mensen... Ik heb vraag concreet. Ja, ja, ik denk dat wij ook die bewustzijnsniveau doorgaan wanneer we van lagere komen. Ja, maar wanneer we karma doen, wanneer we karma doen in het menselijk leven, dan is afhankelijk van de karma. Want er staat in de Bhagavad Gita, wanneer we dus bhakti niet volledig hebben gedaan, dan komen we terug als mens in een hogere levens, in een hogere, ja klopt, in een familie van toegewijden, in een familie van vooraanstaande familie. Dus dat hoeft niet per se weer terug te gaan, dat hangt van je karma. Maar wanneer je dus van onder begint, dan zou het best kunnen dat je dan al die 400.000 levensvormen kan. Bewustzijn. En die bewustzijnsniveau, de thinking, feeling, willing. Dat wat we denken, voelen we en willen we. Daarom is ISKCON, wil zeggen International Society for Krishna Consciousness, onze bewustzijn moet gezuiverd worden. Mm-hmm. Niet onze handeling. Onze bewustzijn moet gezuiverd worden. Zodra onze bewustzijn gezuiverd raakt, automatisch gaat onze verlangens veranderen. En automatisch gaat onze handelen veranderen. Ja. En dat uitzicht in een bepaalde lichaamsvorm. In een bepaalde tendens, in een bepaalde leefwijze. We weten, mensen wonen in het bos. Mensen zijn... Die mensen leven met een bepaalde bewustzijnsvorm. Dus het is niet dat die bewustzijnsvorm uit zich ook in een lichaam, Mata. Ja, ja, oké, okay, ja. En Prabhu... Want de Chinezen is ook een van die 400.000. De Westerlingen ook, de Hindustanen ook, de anderen ook. Dus het zijn, die bewustzijnsvorm gaat zich uiten in een bepaald leven. Maar het is niet een beperking voor bhakti. Mm-hmm. Want Sabrimata was een Bilnibhadevas, een heel lage, het was ontzettend laag, want ze waren niet eens tot de Chaturvarnyam. Ze behoorden niet eens tot de Sudra-dinges. Veel, veel lager. En toch heeft zij de hoogste perfectie bereikt. Toch? Dus alleen de mens dus kan bhakti, dus lager. Bhakti, ja klopt. Jatayu uit de Ramayana heeft ook moks bereikt, heeft ook mukti bereikt. Staat in de Ramayana, hij was een vogelsoort. Maar in die periode waren de vogels ook anders. De yugas, naarmate de yugas zijn, zijn de mensen, de dieren, de planten, alles ook anders, Mata. Ja, gedegradeerder. Verhevener. In Kaljuk is het gedegradeerder. Ja, ja, dus dat bedoel ik. Ja, en probeer nog iets, doordat als ze dus mensen chanten, kunnen ze toch ook dieren, bomen en zo helpen als ze daar lopen bij, tussen die dieren en hart luidt op chanten? Dat is de kracht van de Mahamantra. Ja. Klopt, dat is de kracht van de Mahamantra. En heel belangrijk is daarom dat wij altijd genadevol moeten zijn voor andere levende wezens. We moeten trots zijn om te chanten, we moeten blij zijn. Dat wij dus met anderen kunnen communiceren, door te chanten ook anderen kunnen helpen. Daarom is chant het hart en ziel van het spiritueel leven. Ja. Hoe zuiverder je gaat chanten, hoe meer levende zielen je kan
bevrijden en hoe meer mensen je kan helpen. Ja, we moeten een keer ons goed uitleggen wat zuiverder chanten betekent. Ja, chanten heb je in 3 niveaus. Maar in alle niveaus is chanten leidt tot hoger niveaus. In alle niveaus. Daarom moet chanten altijd de basis zijn van een spiritueel leven. Zodra je begint te chanten, ga je zien, het gaat de bewustzijn beïnvloeden. En naarmate, en wat speelt een belangrijke rol? Associatie met senior toegewijden en dan associatie ook met gurus met zuiver toegewijden. Dus daarom heb je verschillen, daarom heb je de Kanishta Adhikar, de Madhya Adhikar en Uttam Adhikar. Daar hoeven we niet diep op in te gaan, maar dat zijn alle, de spirituele kennis is ook zeer gevarieerd. Mensen denken het is even, het is één. Nee, zoals materieel kennis zeer gevarieerd is, heel veel inhoud, zo houdt spiritueel kennis ontzettend veel in. De diepte is niet te peilen. Er is geen einde daaraan. Yes. Ieder detail van het menselijk leven, ieder gevoel van het menselijk leven wordt belicht in het spirituele kennis. Is er nog iemand die wat wil vragen? Prabhu, ik zag dat Maya Mata een vraag wou stellen, maar intussen heeft ze er... Maya, we luisteren. Ja, dus ik heb het weggehaald, omdat het een beetje ook verder door het praten van u is het ook een beetje beantwoord, want ik zat met die 400.000 soorten mensen, want als je, ik ken het aantal niet zo veel hoor, niet zo goed, maar als je dus het aantal, zeg maar 1000 soorten vogels hebt, dan als voorbeeld heb je grietje bie, dan heb je duiven en zo, dus verschillende soorten, ja, zo klopt, zie ik het. En toen dacht ik bij mezelf, die 400 soorten mensen die we hebben, zullen dan, denk ik, verdeeld zijn over die planeten, denk ik. Dacht ik. Hoop, ik weet niet dus precies hoe dat gaat. De hele universum. Maar u... De hele universum. Okay. De Apsara, de Kinders, de Gandhars, zijn ook allemaal, behoren daarbij. Ja. En toen u het voorbeeld aangaf over de Chinezen, die zijn ook een ander type menssoort of noem maar op. Dus dan had ik het wel een beetje kunnen snappen van hoe het in elkaar zit. Want ik zat daarmee. Maar het was wel duidelijk. Okay, goed. Thank you. Dank u wel. Maar nog een andere persoon iets vragen, dan kunnen we nog 3 minuten en dan kunnen we afsluiten. Ik vond het jammer dat ik alleen dus die Abhideya Gyan niet heb kunnen verduidelijken. We hebben dus even resumeren, we hebben twee, we hebben de gezien de Sambandha Gyana. Mamai Vamsa Jiva Loka Jiva Bhuta Sanata, dat we het eeuwig afzonderlijke deel van Bhagwan zijn. Dat is onze werkelijke spirituele aard. En we hebben gezien dat het wat Prayojan is, wat het doel is. Ja. Als we dus Abhideya Gyan doen, als we de bhakti, als we die relatie onderhouden met Bhagwan, dat is die Abhideya Gyan. Dat we dan die Prayojan kunnen bereiken, dus teruggaan naar de spirituele wereld. Waar we werkelijk eeuwig kunnen zijn. Ja, in dit vers is dat niet besproken eigenlijk. Nee, dat gaan we volgende keer. Ik ga proberen dus in die Bhagavad Gita dinges ook deze 3 essentiële waarheden steeds naar voren te halen. Als we die slok behandelen, dan ga ik proberen toch te verwijzen van is het een Abhideya slok, is het een Prayojan of gaat het over een Sambandha? Ja, Maya, ik luister. Ja bro. U heeft het zo snel gezegd, dus ik heb het niet onthouden. Maar daarnet toen u sprak over de Abhideya Gyan, heeft u een vers opgezegd. En ik wilde weten wat voor welk vers het was. Nee, ik weet niet meer. Ik zal eentje snel zoeken. Het was geen vers, ne? Nee, was geen. Ik heb een stukje over de sanaten heb ik onthouden. Ja, nee, dat was niet... Mama Imu. Dat gaat Mamsa Jiva Loka. Jiva Bhuta Sanatana. Dat gaat over Sambandha. Bhagwan zegt, dat is een Sambandha. Yeah. Wat is onze relatie met Bhagwan? Dat wij eeuwige dingen zijn. Laten we hoofdstuk 18 nemen. Dat is Prayojana. De belangrijkste slok van de Bhagavad Gita is hoofdstuk 18, 66. Die kennen we, 18, 66. Ja, klopt dat? Ik zal het even dingen zeggen.
Dat ja, je hebt het vaak over roepen. Ja, dat kunnen we zeker. Share. Aha. Dit is Abhideya. Voor mensen die niet... dit is Abhideya. Wat moeten we doen om Bhagwan te bereiken? We moeten die relatie onderhouden. In 1866 wordt gezegd... Sarva dharmam parityaya mam ekam saranam raja aham tvam sarva papebhyo moksha sami masacha. Ja? Lees jij maar, Maya. Okay. Zou je van me kunnen scrollen naar boven? Of moet ik de vertaling lezen? Ja. Nee, alleen de vertaling. Anders wordt het alleen. Oh ja, ik zie het al. Laat alle vormen van religie achter je en geef je alleen over aan mij. Ik zal je verlossen van alle reacties op je zonden. Vrees niet. Dat is Abhideya. Wat moeten we doen om die relatie te onderhouden? Bhagwan zegt hier uiteindelijke conclusie. Daarvoor geeft hij allerlei andere methodes. Aanbid me, offer een blad, offer een bloem, offer dit. Of wees niet gehecht aan de vruchten van je arbeid. En op het laatst zegt hij... Laat alle vormen van religie en geef je alleen over aan mij. En wat zegt hij? Hij belooft, ik zal je verlossen van alle reacties op je zonde. Zodra we op dit niveau komen, wil zeggen, ook al zijn er nog zoveel zondige activiteiten van ons. Hoe groot het ook mag zijn, hoeveel het ook mag zijn. Bhagwan zegt, ik zal je verlossen van die reacties. Is geweldig mooi. Want dat wil zeggen dat we werkelijk zondevrij kunnen worden door alleen ons over te geven aan Bhagwan. Vrees niet. Sarva dharmam parityaya mamiksam. Masutje wil zeggen, maak je geen zorgen. Ja. 68. Ja. Duidelijk, Prabhu. Dankjewel. Ja, dit is een Abhideya slok. Zo heb je de hele Vedische geschriften. De hele Vedische geschriften kan je terug herleiden naar deze drie essentiële waarheden. Ja. Goed, als er nog één vraag is, dan kunnen we dat snel behandelen. En anders dan kunnen wij voor vandaag de... Vidyamata, heb je mij ons kunnen volgen? Vidyamata? Vidyamata was er wel, ik zag er in beeld. Ja, ik zie er wel, maar ik hoor niet, want ze had ook problemen met de internetdinges en voor luisteren vorige keer. Ja, ik zag er. Ja. Vidyamata, kan je horen? Nee, no? Ja, Prabhu, ik kan horen. Hoort okay, u me? Het is gelukt. Ja, ik hoor je, Yamata. Je kan helemaal alles goed volgen. Ja, Prabhu. Ja, okay, ik goed. Heb het ja. Haribol. En als er nog meer mensen in de keri zijn, kan je de link sharen met hen, zodat ze mee kunnen delen, zodat ze mee kunnen doen met de Zoom-sessie. Ja. En doe Prabhu de groeten. Ja, ik zal het doen. Goed, ik denk dat wij dus dan... zullen stoppen hier. Ik dank jullie allemaal heel hartelijk voor het deelnemen. Als we persoonlijk zouden zijn, hadden we nog tijd voor wat persadum. Ja. Maar helaas is dat niet. Helaas is dat niet het geval. Want dat maakt het dan nog extra aangenamer om een beetje persaad te eren en daarna nog een beetje even elkaar ook te leren kennen. Maar hopelijk komt het gauw weer tot een normale situatie waarin wij dus dat... wel vaker kunnen doen.